Er wordt lekker getraind in aanloop naar komende zondag. Hillegom won dit seizoen 19 wedstrijden en verloor er pas 1. En dus moet MMO het volgende slachtoffer zijn van de ploeg van Bas Naber. Het kampioenschap kan bij een overwinning zondag dus al gevierd worden. Maar, het is een beetje de bedoeling dat we, ja, als we zondag winnen, wat natuurlijk wel de bedoeling is, dat we dan hier een feestje bouwen. Het wordt volle bak. Zelfs uit mijn omgeving komen nog best wel wat mensen kijken. Dus het is hier al aardig druk normaal gesproken. En als dan een beetje het zonnetje schijnt, nou, een mooi feestje na afloop, dan ik heb er zin in. Hillegom maakte zo'n goed seizoen door, mede dankzij de komst van twee routiniers, Frank de Groot en Jeroen Dedel. Nou, het geeft een impuls aan je groep natuurlijk. Die komen van een hoger niveau. En Frank helemaal in het neerzetten en Jeroen met het impuls geven aan een wedstrijd als het even vast zit of met zijn individuele klasse. Ja, hij heeft er ook al een heleboel in liggen. En dat is meestal niet de 7-1 of de 6-1. Maar het zijn meestal de beslissende goals. Dus het voegt wel wat toe aan je team. Ja, dat zeggen veel mensen. En ik denk ook wel dat het, ja, ik heb de aanvoerdersband. En in het coachen ben ik ook in de jaren bij het Leden wel gegroeid. Ik denk dat jongens daar wel wat aan hebben. En ik denk dat ik dat dan wel meegenomen heb vanuit de Leden. En dat gebruik ik nu. En dat betekent dat Hillegom zich mag gaan opmaken voor de tweede klasse. Een klasse waarin de ploeg ook echt wel wat te zoeken heeft, vindt trainer Bas Naber. Ja, zeker. Soms moet je één stapje terug doen om er twee vooruit te maken. En ik denk dat je komend seizoen meteen weer een aanval moet doen op de bovenste plaatsen. Gewoon die flow vasthouden van winnen. En we zijn best wel stabiel in ons spel, in onze speelwijze. En ik denk dat we niet onder hoeven te doen voor andere ploegen. Maar voor het zover is, moet eerst MMO nog worden verslagen. Het is een lastige ploeg. Natuurlijk, het was lastig uit daar. Het kwam voornamelijk ook door het veld en wat wisselingen in het team, vond ik. En het was niet onze beste wedstrijd. En zondag is iedereen er gebrand op. Iedereen is fit. Iedereen geen geschorsten. Dus het wordt lastig omdat we het moeilijk gehad hebben. Maar wel te doen, denk ik. Ik ben van mening en van idee dat we best wel veel doorontwikkeld zijn. Kijken of we het nu wat makkelijker hebben. Ondanks de spanning van het eventuele kampioenschap.